Een hele goede morgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick en dit hier achter, dat is lekker lady. En het is vandaag dinsdag 13 april, het is 5:30 geweest in de ochtend. En ik ga lekker zo lady uitlaten, want dan kan ik Roderick nog even zien. Ja, en daarna wat ik daarna nog ga doen, geen idee, maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Lady ligt lekker daar. En ik zit lekker hier. Ja. Lekker weet ik veel wat te doen. Het is bijna 10:00. Nog een uurtje en dan is Ro weer vrij. Hij wou rond een uurtje of 5 in de action. Dus ik heb eventjes een winkelafspraak ingepland. En dan moet ik nog een paar vlogjes maken. En ik ben even bezig. En ik heb in de gaten dat ik mijn telefoon opnieuw moet gaan opzetten. Ja, hij is een beetje raar bezig. Yep. En wie heb ik lekker bij me zitten? Hij keert serieus en zijn kont naar jullie toe. Wauw, kijk. Dus dat is weer een speedy die lekker bij me zit. Ja, ik loop dus nu weer lekker met mijn meisje lekker buiten. Lekker. Het is mooi weer. Zonnebrilletje op. Want anders dan zie ik niks meer. Nee. En lady heeft het ook lekker naar de zin. Daar gaat het om, toch? Yep. Ja, het is alweer inmiddels al 8:50 in de avond. En ik heb al met Roderick gegeten, maar ik heb gewoon weer wat trek. Dus ik heb een kommetje. Kip, nog wat. Van dat, ja, wat doen ze altijd bij een Turkse pizza? Rollade niet, maar ja, hè, ja. Je kan kip en je kan lams vragen. Nou, ik heb dus kip. Lekker deze dingen. Lekker, ik kom er niet even op. Maar dit soort dingen. Donder, kipdonder, dat is hem. En ik heb een lekkere bakje met frambozenvruchtenyoghurt. Van Optimal. Dus dat ga ik lekker nuttigen met het kijken van Enzo Knop. Ja, het is inmiddels al bijna 10:00. Het is een tijd om met mijn grote kleine meid te gaan lopen. Dus ik ga mijn jasje aandoen. En ik ga twee brieven op de bus doen. Eentje voor Enzo. En eentje voor Gio. Ja. Die ga ik even zo meteen op de bus doen. En dan ga ik zo even Ro bellen. Even kijken welke route hij gaat lopen. En ik ga gewoon mijn eigen normale route lopen. Die ik gisteren ook heb gedaan. Dat is bijna dik een uur lopen. Maar dat heeft Lady ook wel verdiend, naar mijn idee. Dus ja, ik ga Lady even aanleiden. Mijn meisje, blijf. 1, 2, ja. Wachten. Ja, niet lief. Ga je mee lopen? Nee, want ik moet jou uitlaten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter, want blijf jij namelijk op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan zou ik namelijk super tof vinden.
Superleuk. Ja, zeker. De hypotheker, zouden we maar zeggen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.